Ik heb lekker een Pornstar Martini. We hebben hele kleurrijke outfits aan. Kijk, hier zie je alle kleuren. Bam. Ja, ik heb al een hap genomen, want ik kon niet wachten. Ja, dit is zo leuk. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 9 juni en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb een nieuw topje aan en deze is van de nieuwe collectie van Betty Fashion. Ik had namelijk eergisteren samen met mijn zus eindelijk weer nieuwe inkoop gedaan voor Betty Fashion. En dit is dus een van de nieuwe dingen. Ik heb hem ook lekker aan, want het is heerlijk weer buiten. Het is nu al echt super warm. En ik moet om 1 uur beginnen met werk. Ik moest eigenlijk om 12 uur beginnen, maar ik heb gevraagd of ik een uurtje later mocht komen vanwege de hond. Niemand kon de hond uitlaten. En anders dan zou het veel te vroeg zijn dat ik eruit laat. En dan kon ze echt pas weer om 4:30 uit. Dus dat kwam echt niet uit. Dus daarom heb ik gevraagd of een uurtje later dat ik er straks nog even kan uitlaten. Want ik heb er het ochtendrondje om 8:15 gedaan en dan zit er gewoon genoeg tijd tussen, zeg maar. Zoals jullie snappen wat ik bedoel. Maar ik ga nu eerst even wat eten, want dat moet ook gebeuren. Maar ik twijfel of ik even naar de supermarkt ga, want ik heb zoveel zin in een smoothie. Gisteren hadden we ook op werk, hadden we Joe and the Juice gehaald. Zo lekker en ik heb daar nu zo weer zin in. Dus ik twijfel of ik gewoon even naar de supermarkt ga fietsen of scooteren of wat dan ook. Oké, ik ben toch even snel gegaan. Ik heb deze smoothie gehaald en deze. En eentje drink ik gewoon nu en die andere neem ik mee naar mijn werk. En ik heb even een hamkaascroissantje en zo'n kaasvlinder ook even gehaald om te ontbijten. Ik ga er zo dus vandoor. Nadat ik Brody heb uitgelaten, pak ik de bus en dan ga ik naar werk. Ik laat mijn camera ook hier, want ik ga toch niks filmen en ik werk gewoon van 1 tot sluit. Dus dan zie ik jullie wel weer als ik hier terug ben. Dus ja, tot zo. Tot de shot hierna. Oeh, mis jij Perry? Waar is Perry? Oh. Schat. Oké, ik heb even een vlog takeover. Perry is werk, dus ik moest Brody even uitlaten. En dat heb ik net gedaan. En kijk er liggen. Hallo! Oh mijn god, ik ben zo ontzettend klaar met deze dag. Ik heb echt gewoon, niet per se een roddag, maar het was zo warm op werk. Dat was echt niet normaal. Het was echt bloody hot. Airco die helpt gewoon niet als er 3 ovens aanstaan om koekjes te bakken, zeg maar. Het was echt bloedheet dus. Nou, toen eindelijk naar huis ging mijn bus niet. Nou, even wachten. De volgende ging niet. En die daarna ging ook niet. Echt 3 bussen waren gewoon vervallen die naar mijn huis gingen. Nou, dus ik dacht echt, wat nu? Dus ik was gewoon in een hele andere random bus gestapt. Dat ik maar wel in Purmerend zou stranden. Toen ben ik weer overgestapt om een andere bus te pakken en die ging ook niet. En toen uiteindelijk in eentje gestapt en dan moest ik vanaf hier nog een kwartier lopen of zo. Dus nou ja, het was uiteindelijk prima. Maar als je het gehad hebt, heb je het gewoon gehad. En heb je geen zin om nog een kwartier te lopen als je gewoon naar huis wil eten en weet ik veel wat. Maar goed nieuws, het is nu volgens mij 7:50. Om 7:45 komt als het goed is mijn pokeball, want die had ik al besteld. En daar heb ik echt zo'n zin in, want ik wilde niet meer naar de supermarkt om voor mezelf te koken. Ik had er echt even geen zin meer in, dus ik heb mezelf verwend met de pokeball. Dus ja, ik kan niet wachten tot die er is. Dat is nog even lekker in de tuin. Belt mijn moeder me. Met Perle staat iemand voor de deur. Ik heb die app niet meer van die ring, dus ik krijg hem niet binnen. Heb ik het gewoon niet gehoord. Heeft hij al 3 keer mij op mijn telefoon gebeld? Ik heb het gewoon niet eens doorgehad, dat is ook raar. Mijn moeder belde me en ik zag het. Nou ja, in ieder geval, hij stond er nog, dus ik heb nu mijn pokeball. Maar hij zou dus eigenlijk over een kwartier pas komen, want ik had expres een tijd aangeklikt met 7:45. Dus eigenlijk zat hij fout en niet ik. Ik heb het even op een bord gedaan, maar oh, wat heb ik hier een zin in. Kijk nou hoe lekker het eruit ziet. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 10 juni en het is echt vet lekker weer. Zo, bestemd. Het is echt heerlijk weer. Ik heb dit jurkje aan van Betty Fashion. Mijn zus komt hier zo heen en dan gaan we even foto's maken van alle items. En die ga ik dan op de site zetten. Ik heb een hoop te doen vandaag en ik baal er een beetje van. Omdat ik gisteren en eergisteren ook al met het warme weer had gewerkt. En morgen weer een hele dag een shoot heb van Happy Vlogs. Dus ik baal er wel van dat ik dan vandaag eigenlijk ook moet werken. Maar het is even niet anders. Ik zit wel even lekker beneden. Achter mijn laptop ga ik nu de retourtjes even regelen. Nou, ik heb de retourtjes dus even gedaan en mijn zus is nu aangekomen, maar we hebben echt precies hetzelfde aan. Ze zit daar in de tuin, maar we hebben allebei dit jurkje aan. Want zij wilde er ook heel graag al een, want ze vond hem heel erg leuk. Ik ben nu wel eventjes bezig met de foto's maken en ik ga jullie eventjes neerzetten, dat jullie eventjes
mee kunnen kijken, soort van. De foto's die zijn denk ik gelukt. Ik heb niet alles gefilmd. Maar ik ga ze nog niet online zetten, want het is wel even een werkje. Ik denk dat ik dat dinsdag doe, want dan ben ik weer vrij. Vandaag is gewoon ja, echt even een van mijn vrije dagen. Dus ik wil ook even genieten van het weer en gewoon even niksen. Dus ik heb net Brody even uitgelaten samen met mijn zus. Die heeft het heel warm. Die, waar is ze nou? Oh, daar. Ik lig nu hier het bordje te eten, maar ze heeft het veel te heet. Ze zit helemaal te hijgen. Maar we gaan even naar de stad, even wat drinken. En daarna heb ik een verjaardag waar ik heen moet. Nou ja, verjaardag gaan even op visite. Dus dat is de planning. Ik weet ook niet of ik dit aanhoud, want ik voel het niet helemaal. Oké, onderweg naar de stad. Het is echt zo warm. Ik heb trouwens wel gewoon dit aangelaten, want ja, ik voel niks vandaag. Dus ik hield het maar gewoon aan. Ik heb deze tas er nog bij gepakt. Dus nu gaan we even wat drinken. Ik weet niet hoe lang, want ik moet wel strakjes weg. Maar ja, heel even wat zitten. Misschien even wat eten is wel even lekker. Ik heb lekker een pornstar martini en mijn zus heeft een espresso martini. En er komt nog een broodplankje en bitterballen aan. En we hebben lekker nu het eten gekregen. Echt wel even zin in, want ik heb nog niet veel gegeten vandaag. Ik zit wel echt vet te zweten in de zon. Ik zit hier gewoon vol in de zon. En ik heb een blue shirtje aan, dus ik ben heel bang dat als ik zo opsta dat je dan gewoon echt een zweetvlek ziet. Ik hoop het niet. Goedemorgen, het is vandaag zondag 11 juni en ik zit in de auto om onderweg te gaan naar, ja, hoe heet dat? De Kuik, zeg ik dat dan goed? Ik moet daarheen voor een shoot voor Happy Vlogs. En het is echt 1,5 uur rijden. Dus ja, het is nu ook 7 uur. Ik moet daar om 9 uur zijn. Ik ben aan de vroege kant, I know. Maar ik was van plan 6:15 weg te gaan. Maar ik zat binnen beneden en ik had niks meer te doen, zeg maar. Ik had geen eten daar, niks, want ik had geen brood. Dus ik twijfel of ik... Ja, de winkels zijn natuurlijk niet open. Nee. Dat kan dus ook niet. Ik dacht, ik ga even wat halen bij de winkel, maar dat kan niet. Maar in ieder geval, het is vroeg. Te zien aan mijn gezicht. Ik heb vannacht heel slecht geslapen. Vanwege de hitte op zolder. Echt zo. Echt, het was vreselijk. Ik werd de hele tijd wakker en de hele tijd naar de tijd kijken. Van hoe laat is het? Hoe lang heb ik nog om te slapen? En ja, het was gewoon niet leuk. Zoals je ziet heb ik ook niks aan mijn haar en make-up gedaan. Want dat wordt daar, als het goed is, allemaal gefixt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja... hoe het vandaag gaat zijn. Het is wel echt onwijs mooi weer vandaag. Dus ja, dat heb ik volgens mij echt al 3 keer gezegd. Maar dat vind ik het enige jammere dat ik dan binnen zit. Maar goed, het moet goed komen. Ik hoop dat ik niet te laat klaar ben. Nou, ik ben dus nu aan het rijden. En het is hier letterlijk trajectcontrole met 5 banen. Ik snap het echt niet. En ik moet nog een uurtje rijden. Ik ben denk ik nu ja, 1,5 uur onderweg. Maar ik vind dit dus echt zo nergens op slaan. Ik schrok me echt helemaal dood. Stuurt je net in de groep met iets van goedemorgen. Morgen is de shoot. Nou, het wordt een hele leuke dag. Dus ik was morgen en ik dacht, oh mijn god, dat meen je niet. Was het dus een berichtje die ze gisteren al klaar had staan. Maar ik dacht echt, shit, het is gewoon morgen. Dan zit ik nu daar in de auto. Ik ben al bijna 1 uur en 20 minuten onderweg. Maar gelukkig was het dus een typfoutje. En dit wilde ze gisteren al sturen, maar dat had ze niet meer gedaan. Het was me even een rit, maar als het goed is ben ik er. Ik moet nog even uitvogelen waar het precies is. Maar ik sta hier, ja daar, ik zie daar zo'n bordje met studio's. Dus ik denk dat dat het bordje is van waar ik moet zijn, maar ik weet het niet zeker. Ik ga er even appen en dan, ja, dan ben ik er. En ik weet niet heel veel hoe ik, ja wow, even opnieuw. Ik weet niet of ik veel kan filmen. Ik weet niet echt, ja, wat ik kan verwachten van deze dag überhaupt. Dus ja, ik heb er wel zin in. En ja, jullie gaan het zien, wat ik wel niet kan filmen. Nou, ik ben al een tijdje bezig. We hebben hele kleurrijke outfits aan. En deze zitten toch echt wel. Dit zijn ze dus. Hier gaat het allemaal om. In honderden kleuren. Hier is een heel leuk omkleeddingetje. Het is echt vet mooi. Hier is mijn haar make-up gedaan. Ik heb een beetje een slag met van dat beach wavy-achtig. En hier nog een heerlijke tafel met allemaal lekkere dingetjes. Oh ja, kijk. Hier zie je alle kleuren. Nou, ik heb even dit aangetrokken nu. En dan gaan we even met z'n allen nu foto's maken. Net alleen en met z'n tweeën en nu met een groep. Dus dat is wel even leuk. Kijk, hier is de shootplek. Het ziet er erg professioneel uit. We'll be right back.
ben ook al thuis. Echt, het was me een rit. Het was druk. Er stond een beetje file. Maar ik ben er na iets meer dan anderhalf uur ben ik eindelijk weer lekker thuis. Het is nu 3 uur, dus is echt wel prima. Geen idee wat ik ga doen, maar ik ga in ieder geval genieten van het lekkere weer. Dat weet ik zeker. En even wat drinken, want ik heb dorst. Het is echt perfect weer om lekker te barbecuen. Dus we hebben hem net aangezet. De poort staat open, want volgens mij ligt Brody daar. Ja, ze is echt zo vies. Ze heeft net gezwommen. Ze stinkt echt zo erg. Ze is helemaal doorweekt. Maar we gaan dus lekker barbecuen. We hebben net allemaal even lekkere dingen gehaald. Ik was nog even op het terras met mijn ouders, want mijn ouders zijn weer terug van vakantie. Dus dat is ook wel weer even leuk. We waren even wat drinken. Ik had lekker wat cocktailtjes op. En nu gaan we strakjes lekker eten. Duurt nog wel even voordat hij helemaal aan is. Oh, het is echt heerlijk. We hebben de binnentafel even buiten gezet, want we hebben geen buitentafel. Anders zaten we in de overkapping en dat is net vervelend eten. En we hebben gewoon te veel spullen. Maar ik heb een lekker mojitootje. Die heeft mijn vader gemaakt. Mijn vader maakt echt de beste mojito's. Die zijn altijd zo lekker. Oké, we zijn lekker op de scooter. Met mijn vrienden zijn we naar Twisk gereden. En we lopen nu door zo'n soort van parcours. Hier heb je dit. Dit is dan echt een van de saaiste. Maar echt van die bruggetjes waar je over moet. En touwen en dingen. Dus dat is wel even grappig. Ik had alleen niet gefilmd dat we onderweg waren. Maar in ieder geval, we gaan zo misschien nog even een ijsje halen bij de McDonald's. Want het is echt nog heerlijk weer. Ik heb gewoon nog dit gewoon zo aan. Echt top. En nu hebben we hier zo een... Ja, ze doen zo debiel. Het is niet normaal. Dus ik ga even van de kabelbaan. Let's go, Per. Maar eigenlijk moet iemand me even vasthouden. Oké, nee, ga je wel. Oh mijn god. Oh. Bam. Boom, boom, boom. Goedemorgen, het is vandaag maandag 12 juni. En ik zit op het punt om weer zo weg te gaan. Aangezien ik weer moet werken vandaag. Ik moet vandaag bij het koekenmannetje werken. Ik moet om 9:30 beginnen. En mijn bus gaat echt over 10 minuutjes. Dus ik ga nog even snel mijn broodje eten. Ik heb even gewoon een heel simpel broodje gemaakt. Even wat drinken. En dan ga ik er weer vandoor. Ik hoop dat ik gewoon iets eerder naar huis mag. Ik heb niet zoveel energie om tot sluit te gaan staan. Maar goed, we gaan het zien. Nou, ik heb vandaag dus gewerkt. Ik heb er weer niks van gefilmd, want ik laat altijd mijn camera hier, omdat ik gewoon, niks kan filmen. Maar ik mocht echt vroeg weg. Ik weet even niet meer precies hoe laat, maar volgens mij was ik 3 uur thuis. Het is nu ondertussen 5 uur, als het goed is. Want ik had eventjes een middagdutje gedaan. Ik viel namelijk al de hele tijd weg in de bus. En ik ging buiten eventjes in de overkapping liggen en... Ja, ik viel gewoon weg. Dus dat. Ik ga me nu eventjes omkleden, want ik vind het niet echt heel leuk meer. En ik zit er een beetje verdwaald uit. Ook even mijn haar anders doen. Eerst natuurlijk nog even een ijskoffie gemaakt. Want de melk was op en mijn moeder heeft die net eventjes gehaald. Dus ik kon eindelijk weer maken, want ik ben echt verslaafd geworden hieraan. Ik heb me omgekleed, maar kijk hoe cute dit outfitje is. Dat vind ik eigenlijk dan zonde dat ik die dan nu aan heb. Omdat ik hem nog maar heel kort aan heb, want het is al avond. Maar ik vind hem wel heel cute. Ik doe hem gewoon denk ik ergens deze week nog een keer aan wanneer ik hem wel de hele dag aan heb. Want ik weet nooit wat ik aan moet. En ik zat net even te kijken en toen zag ik dus dit rokje dat ik die nog had. Het is een rokbroekje. Heb ik nooit aan. Toen zag ik dit blouseje en ik dacht, nou misschien is het wel leuk op elkaar. En dat was dus zo. We gaan hier heerlijk buiten eten, maar oh mijn god, dit ziet er heel lekker uit. Echt niet normaal. Ik heb het niet gemaakt, is voor mij gekookt, maar ik ben echt zo benieuwd. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 13 juni en ik heb me al helemaal gedoucht en klaargemaakt. Ik heb even dit jurkje aangedaan, ik heb hieronder mijn bikini. Omdat ik misschien straks nog even in de tuin wil liggen, maar ik moet even kijken hoe alles loopt vandaar. Ik ben namelijk hier nog eventjes, ik heb ontbijt gemaakt, ik heb een ijskoffie gemaakt en ik ga even aan Perry Fashion werken. Dit is in ieder geval YouTube, die zet mijn video nu online.
Dus daar ben ik even mee bezig. En dan ga ik dus pakketjes inpakken. En ik wil misschien nog wat TikToks maken met de nieuwe items. Want ik heb ze nog niet echt geshowt. En ik heb al super lang niks meer gepost op de TikTok van Patty Fashion. En dat wordt echt wel weer tijd. Ik heb de airco aan en ik zat ondertussen even ja naar haar video te kijken. Maar ik heb het gewoon koud. Ik zit hier, ik dacht dus eerst dat het die deed. En ik zat hier en ik denk, nou, het is echt wel heel fris. En lekker, daar niet van. Want het is hier op zolder altijd echt 30 graden. Dat is echt niet normaal. Maar heerlijk. Ik ga wel even wat zachter zetten, want het wordt wel erg fris nu. En ik zit nog steeds gewoon in mijn jurkje, dus het hoeft niet zo koud te zijn. Ik heb hier in de tuin een soort van plekje gecreëerd. Ik heb even een handdoek op het kussen gelegd van de overkapping daar, want dan lig ik lekker zacht. Want ik ben een beetje aan het zonnen. Ik kan namelijk wel wat kleur gebruiken, dus ik ben even lekker in de tuin gaan liggen. Mijn broer heeft de pakketjes al weggebracht, dus dat is super fijn. Ik heb dit jurkje trouwens aangedaan en we gaan nu met vrienden barbecuen. Ik heb er zo'n zin in. Ik heb eergisteren nog gebarbecued, maar ja, waarom niet nu weer? Ik bedoel, het is zo lekker weer. Dus hier hebben we ook deze garnaaltjes lekker gehaald en ja, allemaal vlees. En dan staat de barbecue lekker aan, dus dat is top. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 14 juni en ik ben net van boven gekomen. Dus ik ben helemaal ready om naar werk te gaan. Ik moet namelijk weer werken bij het koekenmannetje vandaag. Maar ik ga eerst eventjes wat eten. Want ja, dat moet ook gebeuren. Ik heb in ieder geval hier een kiwi in mijn handen die ik sowieso ga eten. Echt, kiwi is echt mijn lievelingsfruit. Ik vind het zo lekker en dan vooral de gele. Dus dat ga ik eerst even doen en dan ga ik alweer onderweg. Oh ja, en vet leuk. Er is dus een heel terrein nieuw gebouwd in Purmerend waar een Burger King, een Starbucks, nog iets. Volgens mij het tankstation, ik weet niet zeker. Maar in ieder geval de Burger King en de Starbucks en dan nog twee dingen. En die zijn vandaag geopend. Echt vandaag. Dus ja, ik ben echt sowieso een Starbucks fan en een Burger King fan. Dus we gaan vanavond daar eten met wat vrienden bij de Burger King. Dus daar heb ik echt nu al zin in. Het is echt heel erg, heel ongezond. Maar wel heel erg leuk, want ik ben wel benieuwd hoe het eruit ziet. Het is echt nog helemaal nieuw, dus ik heb dat nog nooit gehad dat ik ergens helemaal nieuw binnenkwam. Dus dat gaan we zien vandaag. Dit is het ontbijtje die ik eventjes heb gemaakt. Heel veel fruit, dus ik hoop dat ik het trouwens allemaal opkrijg, want ik heb niet heel lang meer de tijd. Ik moet zo echt gewoon weg, maar goed. Moet wel lukken, denk ik. Ik ben thuis en ik heb eventjes omgekleed snel. Aangezien het denk ik wel weer wat gaat afkoelen in de avond. Tenminste, ik wist het niet, maar ik was eigenlijk korte broek gewoon zat. Dus ik heb nu deze gewoon even aangedaan. Ik doe geen jas aan. Ik ben nu even mijn spullen aan het pakken die ik in mijn tas moet doen. En de rest even opruimen. Maar ik zag dus online dat de Starbucks dus nog niet open is. Want die waren nog niet klaar of zo. Dus die is pas over 2 dagen open. Ja, niet mega erg of zo. Maar want we gingen toch naar de Burger King. Ik heb zoveel zin in de Burger King, dat is niet normaal. Volgens mij word ik zo opgehaald en dan gaan we onderweg. Trouwens, ik heb nog steeds de lipolie van Get Lashed. En ze heeft nu een nieuwe uitgebracht. Die moet ik nog steeds ophalen. Ik ben heel benieuwd naar die nieuwe, want ik vind deze al heel erg chill. We zijn er. Kijk, hier is dus de Burger King. Daar is een Spar. Daar is dus de Starbucks, maar die is nog niet open. En nog een tankstation. Dus ik ben benieuwd. Heerlijk. Ja, ik heb al een hap genomen, want ik kon niet wachten. Maar dit is zo vet lekker. En we zitten bij de Starbucks, want daar hebben ze geen buitenstoelen. En binnen was het echt vet heet. Dus we zitten even hier. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 15 juni. En ik kom net uit de douche, zoals je kan zien. Ik ga het zo even borstelen. En ik twijfel of ik het ga feunen of aan de lucht laat opdrogen. Want ik heb eigenlijk niet zo zin om te feunen. En ik ga even lekker ontbijten, want ik heb nog niet ontbeten. En het is al best wel laat. Ik heb even uitgeslapen. Het is nu 11:50 gewoon, ongeveer. Dus ja, ik vond dat ik dat wel eventjes mocht doen, lekker uitslapen. We hebben niet zo heel veel lekkers in huis om te eten. Ik heb wel echt honger, dus ik twijfel of ik ergens even naar de supermarkt ga rijden. Of lopen. Maar ik heb wel gewoon mijn ijskoffie gemaakt. En ik heb trouwens het setje aan die ik laatst aan had, waarvan ik zei dat ik het zonde vond om hem zo kort aan te doen. Nu heb ik hem dus nu aan. Maar eigenlijk twijfel ik ook of ik in de tuin ga liggen zonnen. Want dat kan niet echt in dit, want dan word ik echt nog steeds niet bruin. Wat een keuzes, wat een twijfels. Ik zie er niet uit. Ik heb mijn helm op, want ik ga eventjes een pakketje ophalen. Die lip oil waar ik het, als het goed is, laatst over had. Gisteren was dat volgens mij. Alleen ik moet mijn oortjes hebben. Die zitten als het goed is
ergens in deze tas. Oké, okay, pakketje is opgehaald. Die ga ik zo uitpakken. Maar ik ga eerst even eten, want ik had het broodje van de maand gehaald bij Kippie. En mijn hakschoenen, sleehakken, die zijn binnen. Die ga ik ook laten zien. Ik had heerlijk even op de scooter dus een rondje gereden om dit op te halen. En nou ja, Kippie en broodje even gehaald, want ik had honger. Echt zo lekker om dat even te doen met het warme weer. Behalve dan die helm, want ik zat wel echt te zweten op mijn gezicht gewoon. Ik ga het gewoon nu openen. Echt een leuk inpakpapier ook. Even kijken, want er zit een heel leuk kaartje bij. En hier gaat het allemaal om. Ik ben echt zo benieuwd. Echt mooie verpakking ook. Het is dus van Get Lashed. En ze doet ook wimpers en wenkbrauwen. En ja, je moet maar echt even kijken nemen. Kan ik dit mooi open krijgen? Want ik scheur het altijd. Nou. Kijk, waarom til ik altijd zo erg? Ik heb nu niks op mijn lip. Oh! Oh, wat erg. Hoe kan dat? Ik snap dat echt niet. Ik heb dat zo erg de laatste tijd. Wel heel lekker voelt het. Volgens mij is het ook mooi. Ik doe het nu even heel nonchalant. En snel op hoor, maar ik denk dat ik moet eten, want ik krijg dit niet eens erin. Oeh. Ik heb dus cherry trouwens. Het heeft ook wel een beetje een, ik zou niet zeggen smaakje, maar een geurtje. Heel lekker. Door naar het Van Haren pakketje. Ik had ze in de winkel gepast en gezien. Maar 39 was net iets groot. 37 was net iets klein. En 38 hadden ze niet. En ik wist eigenlijk al dat ik 38 had. Want ik heb altijd 38. Maar ik wilde deze al heel erg graag. En niet per se deze, maar gewoon zulke. En ik vond deze echt, ja, dit is zo leuk. Kijk, ik vind het ook helemaal Ibiza vibes. En laat ik nou net naar Ibiza gaan. En ik ga er wel van uit. Ik ga ze zo passen. Ik ga eerst even eten. Maar ik ga er wel van uit dat ik ze gewoon pas. Want ik heb altijd maat 38. Ja joh, dat is wel leuk. Dus ja, leuk. Super blij mee. Oké, ik heb ze aan en ze zitten echt perfect. Echt zo leuk, zijn ze. Ik zal even mijn camera neerzetten en dan zo'n shot dat ik voorbij loop. Dan zien jullie het beter. Ik ga lekker deze pokeball eten als avondeten. En ik heb net mijn scooter gewassen. Maar daar heb ik helemaal niks van gefilmd. Maar in ieder geval, die is nu weer lekker schoon. Want die kon wel een wasbeurtje gebruiken. Het zal niet dat ik de vlog weer ben vergeten af te sluiten. Maar heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie allemaal weer bij de nieuwe weekvlog te zien. Doe even een duimpje omhoog. Druk even op het belletje. En vergeet niet te abonneren. Doei doei!